Danny is aan het spelen met de stapeldiertjes van Fisher-Price. Oh, en Danny denkt, oh, daar is de camera. Dan moet ik gaan kijken wat dat is. Geen pijn over mama's benen invallen. Ja, jij bent er ook. En die zon naar links toe, hè? Links af. Hier zijn de dingetjes die ik heb gekocht bij het Dick Bloenhuis in Utrecht. Een t-shirtje voor Danny. Een t-shirt voor mezelf. Verjaardagskaarten. Een leuk magneetje voor op de koelkast met een netje en een vlaggetje van Japan. Een stoffen tas. En ik heb ook nog dit poppetje gekocht. En deze is echt uit Japan. Ze krijgen heel soms wat dingetjes vanuit daar in de winkel in Utrecht. En dit was de laatste. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Een echt Kokeshi popje van Nijntje. Ik was deze nog bijna vergeten. Dit is een bekertje. Met visjes erin. En glitter. Sri Lanka is voor een groot deel bedekt met rijstvelden. Muizen, ratten en vogels zijn er dol op. En slangen zijn er dol op hen. Een van die slangen is misschien wel de meest gevaarlijke ter wereld. Meer wat gehaakt. Gewoon een glazen potje en dan een versieringje eromheen. Dat is leuk, Danny. Dat je in de schommel voor de eerste keer. Danny. Danny, wat zie je daar? Zie je kindjes in het draaimolen ding. Die gaan heel hard. Dat is leuk, hè? Oei! Danny! Mooi, hè? Hoi! Wat was dat? Een brommer. Ik wil jullie ook nog even iets laten zien. Ik ben dus veel aan het haken en vooral haarbandjes en armbandjes. En dan met bloemetjes, zoals deze. En hier is een armbandje.
En hier nog een armbandje. En deze is toevallig voor een gift exchange die ik ga doen. Maar ik ga ze ook nog maken om te verkopen op Marktplaats. Dus ik zal binnenkort wel een keertje een linkje plaatsen. Doeg!